De oorlog in Oekraïne die is al sinds 24 februari bezig. En overal in Nederland zijn er mensen in veiligheid gekomen, gelukkig. Vanaf 1 april kunnen de mensen die hier naartoe zijn gevlucht ook al Nederlandse les volgen in Enschede. En Margarita Giliaskova, oud-raadslid van D66 in Enschede, die geeft die Nederlandse taallessen. En we hebben haar aan de telefoon. Margarita, goedemiddag. Goedemiddag. Bijzonder, sinds wanneer doe je dat? Nou, laten we het wel zeggen, ik doe het niet alleen. Er zijn heel veel mensen die hier aan meehelpen. Het is echt een inspanning van ontzettend veel mensen via de Stichting Nieuw Twente. En we hebben dat samen gedaan sinds ongeveer begin eind maart, begin april zijn we bezig. Ja, precies. Jijzelf ook al. Dus ook via die Noberschap Ukraine Nieuw Twente. Ja, er zijn heel veel mensen die hier aan hebben meegewerkt. Niet alleen ik die lesgeef, er zijn ook andere mensen die lesgeven, maar mensen die geld hebben gedoneerd voor boeken, mensen die whiteboard hebben gedoneerd, mensen die altijd voor ons bij de locatie klaarstaan met koffie. Dus dat is echt een collectief iets. Maar je komt zelf vanuit Bulgarije, toch? Ja. Spreek je dan ook Oekraïens? Nee, ik spreek Russisch. En ik spreek een beetje Pools en Bulgaars, Pools en Russisch. Dat is ongeveer genoeg om ook Oekraïens te begrijpen. Ja. Maar daar gaat het niet om, want de lessen doen we voornamelijk vanuit Russisch. En ook een beetje Engels, want die mensen, zeker in mijn groep, die kennen ook goed Engels. Mm. En dat is belangrijk als je één groep hebt die de brontaal beheerst, Russisch, dan is het makkelijker en sneller om bepaalde moeilijkheden in grammatica uit te leggen en zo. Ja, ja. Waarom doe je het eigenlijk? Waarom doe ik het? Ja. Nou, om een aantal redenen. Punt 1, ik heb zelf een ervaring met leren van vreemde talen en ik weet hoe verschrikkelijk belangrijk dat is. Je weet ook, we hebben daarover gesproken, dat ik ook in mijn raadsperiode me echt heb ingespannen voor goed taalonderwijs. Want dat is echt een sleutel voor goede integratie. En ik denk dat de manier waarop wij dat in Nederland hebben geregeld eigenlijk veel beter kan. Ik doe het omdat wij op dit moment in Europa in oorlog zijn. Nou, dat is belangrijk dat we niet alleen dat beseffen, maar er ook iets aan doen. Ja. En voor die mensen die hier zijn, en dat zijn voornamelijk vrouwen, is dat ontzettend belangrijk. Dat ze zich zo snel mogelijk goed geïntegreerd voelen. Want ze hebben al kinderen op school, ze kunnen meedoen. Heel veel hebben inmiddels banen of vrijwilligerswerk. Ja. Nou ja, het voelt als iemand een taal gaat leren. Ik kan me ook voorstellen dat iemand al echt een beetje aan het werken is. Maar ja, met de vraag, hoe lang blijf ik hier eigenlijk? Hè? Dat is natuurlijk, lijkt me als je zo'n vluchteling ergens komt, lijkt me dat ook wel ergens een ingewikkelde stap. Ja, kijk, dit zijn mensen met verschillende type houdingen. En ik heb ze ook vanaf het begin gezegd, een aantal die zegt van ja, waarom moet ik me inspannen? Ik ga heel snel terug. Dit land is helaas vol met mensen die kwamen en ze dachten dat ze over binnen 6 maanden weg zullen zijn. De Oekraïnse vluchtelingen, we hoeven ze, het is ook heel moeilijk om ze die vraag te stellen op dit moment. Wanneer ben je nou van plan om terug te gaan? Dat weten wij niet, dat weten zij ook niet. Ja. Maar zeker de mensen die ik in mijn groep heb, zeker de vrouwen, die zijn echt moedige vrouwen, die hebben echt die houding van, dat weet ik niet wat met mijn leven zou gebeuren. Mm-hmm. Maar zolang als ik hier ben, maak ik er het beste van. Ja, ja. En ik ben gewoon in aanraking gekomen met Nederlandse taal, met Nederlandse cultuur. En dan probeer ik daar zoveel mogelijk van te leren, te begrijpen. Want dat neemt me niemand, dan kan me niemand wegnemen daarna. Nee, precies. Ik begrijp ook dat die groep die je lesgeeft, niet alleen maar een klasje Nederlands is, maar dat die mensen inmiddels ook samen met elkaar optrekken en hele uitjes met elkaar ondernemen. Jij bent daar zelf dan ook bij? Ja, kijk, je kunt je voorstellen, je komt ergens vandaan, je kent niemand. Dit is echt, dat wordt een soort familie voor je. Dat zijn mensen die aan elkaar heel veel hebben, elkaar helpen, ook tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. En dus ook vanuit die oogpunt zijn die groepen ontzettend belangrijk, want het is heel veel steun van alle kanten. En die uitjes die zijn gewoon ook nog eens leuk. Ja. Want ja, we hebben een paar excursies georganiseerd, maar ook een kookmiddag
met alle gerechten. Ja, ik vind dat dit ook belangrijk is. Hoe ervaren mensen Nederland dan? Want als je ertussenin zit, dan zul je ongetwijfeld ook daar met elkaar over praten. Is het voor hen een soort van vat van verrassingen als ze zo rondlopen door onze Nederlandse cultuur en bezigheden? Ja, kijk, het is divers, maar als je taalles geeft, is het nooit alleen maar taal. Je bent eigenlijk een soort brug richting cultuur. En laatst hadden we een heel interessante discussie over altijd is kortjakken ziek. Ja. Want waarom moet je nou naar de kerk in hemelsnaam op zondag? Ja. En dat leidt tot een heel diepgaand gesprek over verschillende typen christendom, een protestants gereformeerd, wat is het verschil met orthodoxie, calvinistische cultuur, noem maar op. Dus op zo'n manier gaat het. Dingen die voor mensen ineens interessant zijn of verwondering oproepen. En dan ga je daarover praten. En dat is dus het waardevolle daarvan. Want kijk, grammatica en oefeningen, zo, dat doen ze ook thuis. Met hun eigen boeken en met het video. Ja, het gaat heel erg om die ontmoeting ook samen en meenemen in het Nederlandse verhaal. Wat jij zelf ook van buitenaf hebt leren kennen en bent gaan doorleven, zeg maar. Precies. Ja. Hey, ik kan me voorstellen dat dat dankbaar is. Is het ook dankbaar in de zin van steken ze ook echt wat op van de lessen? Heb je ook toetsjes of wat dan ook waarin zie je de vooruitgang? Hoe gaat het? Ja, zeker. Kijk, ik heb een groep die eigenlijk ontzettend leergierig is. En er zijn mensen die ontzettend hard werken. Moet je nagaan, die zijn dus gekomen in een zeer moeilijke situatie. Ze zijn begonnen met lessen en dan hebben ze eigenlijk weinig aanbod. Het is twee uur per week. Het is niet verschrikkelijk veel, maar ondertussen doen ze met zelfstudie heel veel. Ik heb zeker 10 mensen die al A1 een toets hebben gehaald. Voor de informatie van mensen, A2 is inburgeringsniveau. Oké. Okay. Dus A2, heb je A2 gehaald? A2-niveau. We werken nu op A2-niveau. Ah, wauw. Dat gaat mooi dan inderdaad, ja. Je hebt daar al iets over verteld. Misschien tot slot even. We horen ook van mensen die uit Oekraïne hier naartoe kwamen, die inmiddels toch maar weer ook gewoon teruggaan, zeg maar. Speelt het ook in die groep? Vertrekt er wel weer eens iemand of is het in die groep best vast? Ja, het is best divers. In mijn groep zijn er mensen die eigenlijk nergens naartoe kunnen ook. Okay. En die ook, er zijn mensen die willen teruggaan, maar je moet ook realiseren dat het niet allemaal kan. Ik ken wel mensen die in die andere groep zaten, in die andere taalgroep, die teruggingen omdat ze bijvoorbeeld daar familieleden hebben die ze moeten verzorgen. Juist, ja. Maar niemand gaat uit het idee van, ik heb het al gezien, het bevalt mij niet, ik ga terug. Nee. Meestal gaan ze uit noodzaak terug. En de meesten weten heel goed. En bovendien, dat is het allertrieste van die oorlog natuurlijk. Bij ons zitten heel veel mensen die nergens naartoe kunnen. Ja, nou ja, dat snap ik. En dat is ook triest. En ondertussen is het ook mooi om te zien. Want ik moet er een soort van afronding aan maken. Dat, dat ze in ieder geval bij jou in de les, bij jullie in de les, moet ik misschien wel zeggen van voor de tijd dat ik hier ben, wil ik mezelf onderdompelen en maak ik er het beste van op de plek waar ik ben met de taal die er heerst. Maar niet alleen, want die mensen hebben we nodig. Alleen in mijn groep zitten er 4 artsen. We hebben artstekort, huisartstekort. Ja. Als die mensen heel snel de taal leren, dan kunnen ze aan de slag. En daarin kunnen we investeren. Ja, dan snijdt het mes aan verschillende kanten. Precies. Mooi om te horen. Margarita Gileskova, dank voor een klein inkijkje in die wereld. Graag gedaan.